Dit programma is mede mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Brabant en de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij. Vandaag in Booming Brabant. Reinier van Bommel waakt over de jarenoude familiewaarde in de schoenenfabriek. Op naar 100.000 banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Erik van der Horst van de BZW, die weet wel hoe. En cateringkoning Bob Hutte, die schuift aan als compagnon. Het Brabant van de toekomst. We zijn er weer met Booming Brabant. We zijn er weer met Booming Brabant, een programma over het nieuwe ondernemen in Brabant. Met vandaag. Familiebedrijven die doen het beter dan andere bedrijven. Wat is hun geheim? We duiken in de wereld van Van Bommel. Mensen met een arbeidsbeperking die kunnen juist een aanvulling in je bedrijf zijn. Wordt nou ook een inclusieve onderneming? Een klein bedrijf, maar groots in ondernemen. In Oud-Gastel maken ze wel hele bijzondere voertuigen. En wat zou het lekker zijn om in een glazen bol te kunnen kijken. Precies te kunnen voorspellen wanneer je machine er bijna mee ophoudt. Het is een revolutie in het onderhoud. Dat en nog veel meer vandaag. En mijn compagnon van vandaag is Bob Hutte. De man die over alle onderwerpen natuurlijk kan meepraten. We hebben jou ook gevraagd of jij je nieuws weer wil uitzoeken. En dit viel jou op deze week. Ondernemers dolblij met MKB-toets. Ja, eigenlijk is het te gek voor woorden. Hè? Dat er beleid gemaakt wordt en dat er wet en regelgeving is. En dat eigenlijk vanuit de Ivoren Toren bedacht wordt. Terwijl dat ondernemers, 97% van de ondernemers zijn, zeg maar, ondernemers zijn kleiner dan 25. En die moeten aan al die wet en regelgeving voldoen, met alle bureaucratie daaromheen. En dat is een druk, dat is onbeschrijfelijk. Die hebben geen functionarissen op HRM zitten, op finance zitten of noem maar op. Dus het betekent gewoon voor zo'n ondernemer dat het een duizendpoot moet zijn. En dat gaat dus niet. En nu heeft die overheid, en dat vind ik zo goed, die heeft nu aansluiting gezocht. Die heeft gezegd, joh, dat gaan we samen met je doen. We gaan samen kijken hoe dat we je kunnen helpen met dit soort dingen. Ja, een prachtige stap. Dus, absoluut. Ik denk dat heel veel bedrijven hierop zitten te wachten. Hè? Dit is het resultaat van jarenlange lobby achter de schermen van MKB en BZW. Ja. VNO-NCW die daar achter zit. Het heeft lang geduurd, maar dan komt er dan toch ook eindelijk verandering in. Ons nieuws dan. Heijmans die verwacht zwaar verlies in 2016. Ja, komende donderdag dan komen ze met de jaarcijfers en ze verwachten een verlies van 110 miljoen. In 2015 was het nog 27 miljoen verlies en in 2014 47 miljoen in de rode cijfers. Ja, ze hebben wat tegenvallende projecten gehad, dat kun je wel zeggen. Toch zou je enigszins ook wel verwachten, de economie trekt wat aan. Bob, is dit nou een sector die zo zwaar onder vuur ligt, dat het zo moeilijk is om in deze tijd te blijven staan? Nou ja, weet je, zo'n bedrijf is natuurlijk heel groot en die moet antwoord geven misschien al 50, 60 jaar lang op de markt. En nu moeten ze zeg maar switchen. En ze doen er gewoon een behoorlijke tijd over om die switch te maken. En je moet ook weten, kijk, dit soort bedrijven worden uitgedaagd op hele zware trajecten en op tenders die verschrikkelijk moeilijk zijn, waar ze echt alles proberen eruit te persen, ook in kosten. Ja, en dan neemt zo'n bedrijf toch risico's. Moet ook risico's nemen, want ze hebben ook heel veel mensen in dienst. En dan zit je in een soort van een spiraal. Maar het zou doodzonde zijn als zo'n prachtig bedrijf als Heijmans er niet uitkomt. Dus we moeten ze gewoon allemaal helpen. Ja, dat snap ik. Het is natuurlijk ook wel een bedrijf wat zo groot is geworden. Het was een familiebedrijf, uiteindelijk naar de beurs gegaan. Nu laten ze hun tak in Duitsland en België vallen. Ze gaan terug naar hun roots. Wat denk je, is dit een voorbeeld van een bedrijf wat zo uit zijn jasje is gegroeid dat het eigenlijk een beetje boven de kop gegroeid is, letterlijk, Reinier? Ja, ik kan niet naar binnen kijken, maar ik denk het niet. Ik denk dat het, wat Bob zegt, hè, die tenders, dat ze verschrikkelijk hun best doen, maar dat ze, waar ze vroeger ruimte nog hadden in hun offertes, is die waarschijnlijk, denk ik, dan helemaal weg. Ja. Zijn er veel bedrijven die er last van hebben, die zo moeten inkrimpen, zo massaal? Denk jij? Ja, die onvoorziene kosten worden eruit gesleuteld. Dat is uiteindelijk je balans of je rek die je dan hebt in zo'n traject. Laten we hopen dat het leergeld is voor Heijmans. Jullie zijn allemaal heel vriendelijk voor Heijmans, hè? Nee, maar ondernemen is moeilijk. En zeker als je zo'n bedrijf door de crisis moet sjouwen en daarna, weet je, ik geef het je te doen. En we moeten ze met z'n allen helpen en niet veroordelen. Zo is dat. Innovatie dan. Smart Industry of Industry 4.0. Ja, misschien heb je er al wel eens van gehoord. Het gaat erom dat ICT wordt gebruikt om de maakindustrie te verbeteren. In Geelsrijen, in het hart van Midden-Brabant, daar testen ze bij Field Lab Campione hoe je een combinatie kunt maken tussen het oeroude onderhoud van machines en de technologieën van de data van nu. We staan hier in het Field Lab Campione. Dat is het eerste Smart Industry Field Lab van Nederland. En het is gericht op het 100% voorspelbaar maken van onderhoud. Wij zijn op zoek naar hoe je onderhoud op het juiste moment kunt doen. Dus niet te vroeg, niet te laat. En hoe je dat kunt meten. Dus we proberen dan inderdaad zo nauwkeurig mogelijk te voorspellen wanneer zaken stuk zouden gaan. En op basis daarvan kun je natuurlijk je onderhoud netjes gaan inplannen. Dus dan kom je niet voor verrassingen te staan. Exact op tijd onderhoud plegen, dus niet te vroeg, niet te laat. Als je te laat bent, ja, dan gaan zaken stuk. Dan moet je repareren, dat is kostbaar. Plus je verliest productietijd. Te vroeg, ja, dat is ook te kostbaar, want dan ga je zaken vervangen die misschien nog wel een tijdje mee zouden kunnen. Als een lager goed loopt, dan heeft dat een bepaalde frequentie. Dat kun je dan terugzien aan de trillingsmetingen in jouw grafiekjes. En dat blijft dan mooi constant. Als het gaat verlopen of er komen rare piekjes in, dan weet je dat er iets mis is. Dus iets wat vaak wordt bemeten, ook hier in deze testinstallatie, in het Field Lab, zijn pompen. Die gaan nogal vaak stuk, die slijten. Dat zijn natuurlijk roterende delen. Nou, die kunnen we heel goed bewaken tegenwoordig met sensoren, waarbij je olietemperatuur bekijkt, trillingen bekijkt en op basis daarvan een doorvertaling van wanneer gaat nu die pomp stuk als ik er niks meer aan zou doen. Veel MKB'ers met nieuwe sensoren, nieuwe datamodellen kunnen ze hier uitproberen. Nou, die partijen hebben typisch heel lastig toegang tot een chemische plant bijvoorbeeld om daar eens even de innovaties door te ontwikkelen, laat staan te demonstreren. Dus veel planteigenaren zeggen ook van ja, probeer het eerst maar eens bij de buurman en als het wat wordt, dan kom maar weer eens terug. Nou, we hebben eigenlijk hier die buurman gemaakt. Dus veel partijen kunnen hier aan de gang met innovaties. Ze demonstreren en later ook doorzetten richting pilots binnen de industrie. De industrie zoekt al jaren naar mogelijkheden om, zeg maar, toch efficiënter te kunnen produceren. Tegelijkertijd hebben we vrij oude fabrieken in het westen staan. Daar moeten we het voorlopig ook mee doen. En dan is onderhoud des te belangrijker. Dat is eigenlijk de enige manier om concurrerend te opereren eigenlijk in de westerse landen. Ik vind het heel mooi, zeg maar, dat nu, zeg maar, een beetje de nieuwe wereld van big data geconfronteerd wordt met de traditionele wereld in onderhoud. En dat leidt tot nieuwe innovaties en nieuwe business. Ja, als je dit zo ziet, Reinier, zou het wat voor jullie zijn? Ja, het zou hartstikke mooi zijn, maar we hebben 2,5 FTE technische dienst rondlopen en wij bestellen voor bepaalde machines onderdelen uit een onderdelenboekje van voor de Tweede Wereldoorlog. Dus okay. Het lijkt me heel sterk als je daar die sensoren op aan kunt sluiten. Ook jullie moeten nog even met de tijd mee in dat opzicht dan. Even omschakelen. Niet. Goed. Familiebedrijven die presteren beter dan vergelijkbare gewone bedrijven. En dat blijkt uit een gisteren gepresenteerd onderzoek van Erasmus Center for Family Business, de ECFB, met BDO en de Rabobank. En dat goede presteren, dat komt vooral door de aanwezige familiewaarden in het bedrijf. Zaken die de familie dus belangrijk vindt om over te dragen aan een nieuwe generatie. We hebben aan tafel zitten Reinier van Bommel. Je bent directeur van de schoenenfabriek Van Bommel in Moergestel. Van harte welkom. We gaan even wat uitkomsten bespreken vanuit het onderzoek. En dan gaan we vanuit daaruit eens even kijken hoe dat jullie dat bij Van Bommel doen. De familiebedrijven. Ja, die zijn gemiddeld 7% meer waard dan vergelijkbare niet-familiebedrijven. En de rentabiliteit is ook een stuk hoger. Gemiddeld 16%. Wat denk jij als je dit soort cijfers hoort? Dat we er goed voor staan. Ik heb het onderzoek mogen lezen. Het is een heel gedegen onderzoek, dus ik ga ervan uit dat het waar is. Ja. Ja. Gaat het een beetje op met Van Bommel? Met ons gaat het goed. Met jullie gaat het goed? Ja, onlangs, we hebben weinig last gehad van de crisis. Ik durf niet te zeggen of we er nou beter voor staan dan niet-familiebedrijven, maar het gaat met ons goed. Ja. Ja, wat zijn nou echt typische Van Bommel familiewaarden? Nou, ik denk dat, kijk, als je nu naar ons bedrijf kijkt, dan zijn we een beetje tegendraads. Hè. We hebben inmiddels alweer een jaar of 15 geleden het merk Floors van Bommel in de markt gezet. En dat gaat voor ons intern in het bedrijf in tegen alles wat we eigenlijk opgebouwd hebben. Dus dan zou je bijna zeggen dat we alle waarden de deur uit hebben gedaan en het allemaal opnieuw hebben gedaan. Dat is absoluut niet waar, want wat we daarmee doen is gebouwd op kwaliteit, op authenticiteit. Alles wat we communiceren is echt. Hè, Floris bestaat echt als persoon. We hebben niet iemand uit de lucht laten vallen. Een van mijn broers. Ja. Precies, een van mijn broers. En hoe we het merk communiceren is ook weer echt van binnen. Dus authenticiteit en eerlijkheid, dat is een van de familiewaarden. Zijn er nog meer? Kwaliteit. We hebben als familie in de loop der generaties regelmatig voor de keus gestaan. Daar zijn echt documenten vanuit het verleden. Wat gaan we doen? Het zijn zware tijden. Gaan we kiezen voor een goedkoper product en de daarmee verworven naam loslaten? Of blijven we tegen de stroom in en blijven kwaliteit maken? Met als gevolg dat we de enige overgebleven schoenfabriek in Nederland nog zijn. Ja, wat prachtig. In 1960 waren er nog 226 en nu is er qua echt productie zoals wij doen nog maar 1. Dus vasthouden aan die kwaliteit en daarvoor blijven kiezen hoort daar ook bij. Dat is een bewuste keuze. Absoluut. Je hoort ook wel vaak dat de familiewaarden als het ware worden opgehangen aan een bepaald boegbeeld of een centrale figuur binnen een bedrijf. Die eigenlijk de basis legt voor de rest van zo'n bedrijf. Wie is dat bij jullie? Hebben jullie die überhaupt? Ja, ik las dat ook in dat onderzoek en in eerste instantie zou ik denken aan mijn vader, hè? Die staat dicht bij ons. Mm-hmm. En ik heb ook 2 jaar, en mijn broer Floris ook 2 jaar met mijn vader samengewerkt, dus we hebben veel van hem overgenomen. Maar toen ik er nog wat meer over na ging denken, kom je een aantal mensen in onze geschiedenis tegen. Ja. Hè? Ons bedrijf heet officieel schoenfabriek Weduwe J.P. van Bommel, dus we zijn... Weduwe J.P. van Bommel. Een vrouw. Ja. In de tijd dat Aletta Jacobs in Groningen als eerste vrouw op de universiteit zat, was mijn overgrootmoeder een schoenfabriek aan het runnen. Geweldig. Tussen die 300 schoenfabrieken in Brabant. En toch heeft volgens mij iedereen het beeld aan tafel ook dat het een mannenbedrijf is. Ja. Toch? Ja. Ja. Nee, maar daar liggen de roots. Toch in een vrouw, dat vind ik dan wel weer leuk om te horen hier aan de mannentafel. Ja. Als er echt een eikpersoon is, dan is het absoluut dan een vrouw. Dan moet zij het zijn. Ja. Ja. Oké, we hebben een quote uit het onderzoek gepikt. Een organisatie die niet voldoende aandacht besteedt aan de overdracht van zijn waarden, die raakt ze bij generatiewisselingen kwijt en verliest daarmee zijn kompas. Hoe doe je dat nou? Hoe draag je nu waarden over aan een volgende generatie? Ja, ik denk dat het allerbelangrijkste is dat om die focus op die waarden niet te verliezen, wat die dan ook mogen zijn, dat je vooral niet moet gaan focussen op waardecreatie in de vorm van euro's. Zolang je... En families doen dat thuis ook, hè, aan de keukentafel. Tuurlijk, dus je hebt het niet over hoeveel geld brengen we mee. Het gaat over hoe was het op school. Hè, heb je leuke vriendjes. Als je dat in een bedrijf als waarde hebt en je hebt aan de andere kant van de weegschaal heb je leren wat verdien je nou aan euro's. Als je daarop gaat focussen, dan verlies je binnen de kortste keren al die familiewaarden. Rentabiliteit, kijk, daar staat hier rentabiliteit van 16%. Maar gaat het nou om financieel gewin? Of gaat het er nou om hoe wij als familiebedrijven, zeg maar, de hele omgeving meenemen? Nou, blijkbaar. Wat doe je lokaal, regionaal? Kijk, en dat maakt ook wel zo'n boekbeeld. Hè? Dat is natuurlijk altijd een persoon die in die samenleving gewoon een bepaalde rol speelt. Ja. En dat maakt dus ook dat iemand anders hem weer kan vertrouwen. Dat hij daar zijn eigen ding weer op kan doen. Dus het is veel... Ja, het gaat veel dieper dan alleen maar een paar cijfers, vind ik. Als we dan kijken naar jullie generatie, hè? Even de 3 broers erbij. Jullie hebben ook allemaal weer kinderen. Jullie zijn de 9e generatie. Er komt misschien hopelijk nog wel een 10e aan. Moeten dat ook weer per se broers en zussen zijn of mogen het ook neven en nichten zijn? Ja, we hebben in de afgelopen 9 generaties hebben we alles gehad, tot aan achterneven en dat soort dingen aan toe. Dat kan ook. Ja, kijk, wat voor ons met z'n 3 verschrikkelijk goed werkt, is dat we broers zijn. En we hebben zelden ruzie. Die hadden we vroeger in de auto met caravan erachter op weg naar Zuid-Frankrijk. Op de achterbank knallende ruzies. Dus we weten als geen ander wat we aan elkaar hebben. En bij ons bedrijf, en dat is een van de dingen die wij vast hebben gelegd, hè, dat zou je een waarde kunnen noemen, er is 0 kans dat een van onze partners in de zaak komt. Hè? We hebben vanuit het verleden binnen ons bedrijf hebben we daar slechte ervaringen mee. Ik heb het bij leveranciers ook zien gebeuren, dus die gaan niet komen. Nee. En ja, ondanks dat de oudste van de 10e generatie, mogelijk 10e generatie, pas 5 jaar is, zijn we als 3 broers wel al aan het nadenken over wat kunnen wij organiseren om ervoor te zorgen dat zij straks het goed gaan doen. Nou, en die wil ik nog heel even aanhalen, de fabriek in Moergestel. Want dat is toch wel een dingetje. Je kunt ervoor kiezen om daarmee te stoppen, want jullie hebben productie in het buitenland ook. Werken voornamelijk met familiebedrijven in het buitenland. Maar dit is het logo, Moergestel. Ja, Moergestel Holland. Dat moet gecommuniceerd worden. Ja, daar zijn jullie trots op. Het volledige logo staat er ook nog schoenfabriek Weduwe J.P. voor. Hè? Dus dit is het logo eigenlijk een beetje onveranderd uit 1960. Mijn vader heeft daar een heel ander logo van gemaakt. Daar stond Superior Shoes, stonden allemaal Engelse termen bij. En in 2007 hebben Floris en ik dit teruggebracht. Bewust ook Moergestel erin gezet. Ja, daar liggen onze roots, wat Bob ook zegt. Hè, wij hebben connectie met die omgeving. Als ik bij de supermarkt naar binnen loop, dan kennen mensen mij. En ik ken hun. En een journalist heeft ooit eens een keer aan Floris gevraagd, hoezo zet je nou Moergestel in je logo? Niemand weet toch waar dat ligt. En toen zei Floris, nou, zolang Louis Vuitton Parijs erbij blijft zetten, zetten wij de Moergestel bij. Geweldig. Ja, ja. Dankjewel, Reinier. We gaan nog een kijkje nemen bij een familiebedrijf. Bij Akkermans Carrosserie in Oud-Gastel. Ze bestaan al ruim 200 jaar en ze maken wel hele bijzondere voertuigen. Politieauto's, brandweerauto's, satellietwagens. Je kunt het zo gek niet bedenken. Hier bij Akkermans in Oud-Gastel maken ze het allemaal. En deze politieauto is, als het goed is, bijna klaar. Even testen of dat je al doet, hoor. Hij doet het. Akkermans Carrosserie is een familiebedrijf dat al meer dan 200 jaar bestaat. Ze verzorgen vooral de binnenkant van verschillende soorten voertuigen. Ja, dit is de MTP, de Militaire Tandartspraktijk. En daar zijn we er 3 voor aan het bouwen. Voor de Landmacht, Luchtmacht en de Marine. En dat wordt een mobiele tandartsenkliniek die dan eigenlijk op uitzending gebruikt wordt. Alle apparatuur die erin zit, die leveren wij als Carrosserie Akkermans. Dus wij hebben een leverancier ook gezocht. En die levert de tandartsspullen, omdat dat weer een andere specialisatie is. Precies, precies. Maar jullie bouwen het dan in? Ja. Kan die al naar beneden? Of, ik ben dan wel de eerste die dan in deze tandartsstoel... Ja, maar we gaan je niet behandelen. Dat zullen we niet aandoen. Mijn opa bouwde heel veel brandweerwagens. Oh, ja. Mijn vader juist heel veel ambulances. Ja. En jij nu een politieauto, duidelijk. Ja. Het familiebedrijf heeft een rijke geschiedenis en maakte veel transformaties door. De technische kennis en materialen veranderden de afgelopen 200 jaar behoorlijk. Destijds had je in elk dorp gewoon een wagenmakerij en een smederij. En de smederij, het staal er rondomheen, rondom de wielen. Dus men deed houten wielen maken en die werden gebruikt voor landbouwwerktuigen, kruiwagens, hondenkarren. Koetsen, allemaal dat soort dingen. Totdat je in 1900 natuurlijk gemotoriseerd gaat krijgen. Dat er echt een voertuigen, in 1905 deed mijn vader al de eerste ambulance voor Amsterdam maken. Ja. Dus toen is er een verandering gekomen. Maar toen is er ook heel langzaam de verandering gekomen van materiaalkeuzes. En dit is een opdracht van de politie Antwerpen. Ja. En we hebben eigenlijk die opdracht gekregen doordat de oude leverancier een voertuig mocht bouwen. En wij, dus allebei een prototype naast elkaar. Ze hebben de politieagenten mee laten werken 6 weken lang. En daar zijn wij als beste voertuig uitgekomen. De voertuigen gaan niet alleen naar Nederland of België. Het bedrijf bouwt bijvoorbeeld ook televisiewagens voor Qatar en China. Maar ook TBC-onderzoekswagens die weer naar Ghana gaan. Dus ze zijn echt internationaal bezig als een klein familiebedrijf uit het West-Brabantse land die toch internationaal bezig is. Een mooi voorbeeld van een familiebedrijf. Ja, dit is een nieuwe Heijmans dit, hè? Ja. Maatwerk ten top. Als je zo een nieuw bedrijf, of weer een nieuw bedrijf bouwt, prachtig. Goed. Een ambitieus plan. Voor 2026 moeten er landelijk 100.000 extra banen worden gecreëerd voor mensen met een arbeidsbeperking. Ongeveer 9000 banen per jaar moeten erbij komen. En voor Brabant betekent dat zo'n 1300 banen per jaar. Het is een afspraak tussen werkgevers en de overheid. En jaarlijks wordt er gekeken of we op schema liggen. Want er hangen ook consequenties aan als het niet gaat lukken. Erik van der Horst, je bent van de BZW, de Brabant-Zeeuwse werkgeversvereniging met in de portefeuille arbeidsmarkt. En je bent ook bedrijfsleider van Polytech in Roosendaal. Correct. Even heel kort, wat houdt het nou in als je iemand bent met een arbeidsbeperking? Wat heb je dan? Dan heb je ja, niet zoveel. Het enige wat je hebt is dat je niet de loonwaarde of de productiviteit kan geven die verwacht wordt van iemand. Ja. En dat kan door lichamelijke beperking zijn, dat kan door geestelijke beperking zijn, kan door allerlei omstandigheden zijn, concentratie, dat iemand niet mee kan gaan met wat verwacht wordt in de maatschappij. Dat is mooi gezegd, inderdaad. Ja. Ik gaf het net al aan, het heeft consequenties als het niet gaat lukken, zeg maar. Hè? Die afspraak tussen die werkgevers en de overheid. Concreet, wat houdt dat dan in? Ja, dan komt er een quotumregeling naar boven. Dan worden de bedrijven gestraft. Dat ze te weinig mensen in dienst hebben uit deze doelgroep. En dan gaan we boetes betalen. Financiële straf. En ja, zover gaat het niet komen, want dan hebben we alleen maar verliezers. We gaan eens even kijken naar wat cijfers van die extra banen in Brabant. Vaste banen van het bedrijfsleven, dat zijn er 1217 die gecreëerd zijn. Vaste banen bij de overheid, 5. Gedetacheerd in totaal 1124. En dan kom je op een totaal uit van 2346. Even, maakt het voor die mensen uit of ze gedetacheerd zijn of in vaste dienst? Nee, ja, iedereen wil natuurlijk zoveel mogelijk vaste contracten hebben, vaste waarden hebben. Maar ja, detachering of flexibilisering is normale trend. Dus in die zin kunnen we dat wel een beetje op één hoop gooien? Absoluut op één hoop gooien. Belangrijk is dat mensen werk hebben. En flexibel werk of vast werk. Ja, is het ook bijzonder om te zien, 5 bij de overheid? Ik bedoel, je weet natuurlijk niet wat er in het detacheringsverhaal zit, maar daar schijnt... De werkgevers pakken volledig hun verantwoordelijkheid, voornamelijk in Brabant. De overheid, ja, dramatisch slecht gesteld. Maar een beetje apart ook als die afspraak tussen die twee ligt en het bedrijfsleven zich er dan in die zin wel aan houdt en de overheid wat minder. Ja, de overheid is denk ik op dit moment met hele andere zaken bezig, maar ze hebben natuurlijk wel een voorbeeldrol. De participatiewet komt vanuit de overheid. Ik moet wel zeggen, er wordt heel goed samengewerkt met de overheid, voornamelijk in West-Brabant. Ik mag toch wel even zeggen, West-Brabant is koploper. In Gaan Brabant, we ook naartoe? Ook in Nederland wordt veel samengewerkt met de werkgevers, servicepunt, met de sociale werkplaatsen. De overheid participeert daar ook in. Alleen ze zijn nog niet in staat om bij hun eigen instelling, en de overheid zijn gemeentes, maar ook waterschappen en brandweerorganisaties, om daar banen te creëren. Nou, we gaan eens even kijken. Soms hebben ze hebben het ook wel soms al gedaan, hè? Want zij waren ook wel de eerste die uiteindelijk met hun cateringdiensten gingen doen met mensen met een beperking. Ja. Hè? Dus... Jij neemt het even op aan de kant van de overheid, is prima. Weet je waar we wel naar kunnen kijken, wat het dan zeg maar kan opleveren? Want mensen thuis houden, die gewoon een uitkering moeten krijgen, kost natuurlijk gewoon geld. Als je deze mensen aan het werk hebt, dan zijn ze sowieso zelf blijer, maar het levert ook nog wel wat op. Want je zou het dus hebben over dat totaal van die 2346, gemiddeld 12.900 euro. Wat er aan uitkering betaald wordt per jaar, dan kom je op een dikke 30 miljoen uit. Dus in die zin wel de moeite waard. Ja, dan heb je het nog niet over wat het kost om die 30 miljoen bij die mensen te krijgen. Hè? Want daar zitten weer heel veel mensen administratie te doen om dat geld bij die mensen te krijgen. Nou, en zo dus heb je het eigenlijk wel doorlopen, inderdaad. Maar nou trekt de economie natuurlijk aan. Zonder die inspanningen, was het dan niet een natuurlijk verloop geweest dat die mensen toch wel aan de gang gingen? Ja, het belangrijkste is natuurlijk werk. Ja. De economie moet goed draaien. Als er werk is, dan komt er vanzelf werk ook voor deze doelgroep. Dat staat buiten kijf. Maar ja, het komt niet vanzelf. Er moet hard gewerkt worden. Er moeten kansen gezocht worden. Er moet anders gedacht worden daarin. Niet in vacatures denken, maar in wat laat ik liggen in een bedrijf. Ook al heb je geen vacature, maar er zijn mogelijkheden. Elke keer als ik met een consulent van de werkgeversservicepunt door mijn organisatie rondloop, dan heb ik weer een vacature, of dan heb ik weer een positie gecreëerd. Ja, en dat is de bedoeling. Want wat doen jullie bij Polytech? Wij zijn toeleverancier in de automobielindustrie. We maken kunststof composietonderdelen voor grote OEM's. Mag ik merken noemen? Daimler, Audi, Jaguar, Land Rover. Ja. Wereldwijd transporteren wij producten. Als laatste dan, hoeveel mensen hebben jullie in dienst? Met een arbeidsbeperking? In dienst en gedetacheerd, om het dan maar even bij elkaar op te tellen. Wij detacheren veel samen met WVS, werkvoorzieningschap, in West-Brabant. Wij hebben lokaal op de site zo'n 6 tot 8 mensen continu in dienst. En we hebben zo'n circa 15 mensen nog gedetacheerd of beschut werk bij de werkvoorzieningschap zelf. Okay. Dat zijn mensen met een behoorlijke afstand tot de arbeidsmarkt, behoorlijke arbeidsbeperking die onder sterke begeleiding werken. Maar eigenlijk zou ieder bedrijf met name moeten denken over: wat kan ik creëren? Want dat je het altijd in je eigen bedrijf kunt doen, dat is maar zeer de vraag. Kijk, in mijn bedrijf, ik heb nu 160 mensen met een achterstand werken. In mijn bedrijf kan dat wat makkelijker, hè? Food en hospitality. Maar er zijn ook heel veel bedrijven die dat niet kunnen. Maar alsjeblieft, stuur dan je beste talenten om te komen tot nieuwe creatie, nieuw werk, nieuwe producten, nieuwe diensten. Gewoon om mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt eigenlijk gewoon een kans te geven. Dat is... Nou, we gaan naar een mooi voorbeeld kijken, een praktijkvoorbeeld. Want het idee achter de participatiewet, zoveel mogelijk mensen dus met een beperking aan het werk helpen, dat is mooi. Dat vindt ook Niels Ausems. Maar in de praktijk werkt het niet helemaal volgens hem. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die zijn slecht zichtbaar. En met de Nationale Talentenbank wil hij daar verandering in brengen. Ik ben Niels Ausems, 25 jaar, kom uit Waalwijk. Ik heb autisme, ben in het onderwijs vastgelopen en daardoor kwam ik maar niet aan het werk. Er wordt te weinig gekeken naar wat je wel kan, waardoor je juist talenten misloopt als werkgever. De Nationale Talentenbank gaat mensen zoals mij vertegenwoordigen, zichtbaar maken op de arbeidsmarkt. En op die manier proberen we werkgevers en de doelgroep met elkaar in contact te brengen. Ja, er zijn zo'n 200.000, 250.000 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Die worden nu niet gezien, worden niet gehoord. Nou, wij gaan ze gewoon een portal bieden, we gaan ze een platform bieden. Dus als een ondernemer op zoek is, voor allerlei redenen, naar iemand uit deze doelgroep. Dat kan vanuit de participatiewet of andere dingen zijn. Wij gaan ze helpen om in ieder geval zichtbaar te worden. Mensen met de afstand tot de arbeidsmarkt kunnen een profiel aanmaken, volledig gratis. En op die manier kunnen ze zich presenteren aan de werkgevers met een filmpje, met een leuke tekst. Hallo, ik ben Niels. Ik ben 25 jaar, woonachtig in Waalwijk. Je kunt jezelf voorzien van trainingen, maar liefst meer dan 200 van best grote spelers. Daarnaast kan men gebruik maken van een rechtsbijstand. Het voordeel voor de werkgever is dat ze gratis of volledig gratis kunnen zoeken naar kandidaten. En dan hebben we op deze locatie ook de mogelijkheid om onze webinars en trainingen zelf op te nemen. Dat doen we in de studio die we hier daar speciaal voor hebben ingericht. Als je lid bent van Nationale Talentenbank, dan heb je toegang tot alle webinars die we hier opnemen. Dat zijn interactieve, lerende webinars. Dan kun je denken aan hoe moet je solliciteren, hoe presenteer je jezelf, dat soort dingen. Die nemen we hier allemaal op. Als je een webinar geeft vanuit onze studio, dan heb je de mogelijkheid om direct met je publiek in contact te treden. Dat kan zijn met poll, dus een vraag stellen, je kan chatten, je kan bestanden delen. Dus het is een hele interactieve manier van communiceren. Hoi, ik ben Chantal en ik ga je helpen met het online solliciteren. Het belangrijkste is, hoe presenteer ik mezelf? Wat doe je aan? Ik ben nu een half jaar bezig en ik ben nu met de website bezig. Maar zoals het ernaar uitziet, wordt die 31 maart officieel gelanceerd. Niels is gedreven. Hij weet het gewoon heel goed ook wel te verwoorden. Hij heeft natuurlijk, omdat hij vanuit de doelgroep ook wel komt, heeft hij ook gevoel bij de doelgroep. Hij weet wat er speelt in de doelgroep. En hij weet mensen vooral te inspireren. Hij schrijft brieven naar iedereen, naar Rutte, naar de koning, naar noem het maar op. Hij nodigt iedereen uit. We willen juist de doelgroep een gezicht en een stem geven. En dat is eigenlijk waar Nationale Talentenbank voor gaat. Ja, dit is toch mooi om te zien, hè? Prachtig. Zo'n initiatief. Ja, want even, dit is een onderwerp, daar kan ik echt nog eindeloos over doorpraten, jullie natuurlijk ook. Hoe kun je nou een ondernemer overtuigen? Neem even gewoon 20 seconden zeg maar, om te vertellen waarom een ondernemer erover na moet gaan denken om deze mensen gewoon in dienst te nemen. Sociaal ondernemen, inclusief ondernemen is een business case. Daar kun je gewoon geld mee verdienen. Nou, dat welke ondernemer wil dat niet? Mensen uit deze doelgroep hebben heel veel toewijding voor zichzelf. Maar die zorgen ook voor dat de toewijding bij de gewone collega's ook vergroot. Dus de toegevoegde waarde van alle medewerkers onder één dak bij die werkgever, die gaat sky high. Hey, en wie zijn wij om bestaansrecht te ontnemen van mensen die willen en kunnen werken? Iedereen moet meedoen, dat is een basis, dat is een verplichting. Dat vind ik een mooie afsluiter. Ja, Reinier? Nou, ik wil zeggen, we hebben er ook een aantal rond. Het is gewoon fijn. Het geeft je als ondernemer ook gewoon een goed gevoel dat je andere mensen echt kunt helpen. Ja. Ja. Het is gewoon fijn. Je slaapt er beter van. Dat wel. Die papieren romslomp die moet je er dan maar even bij nemen. Maar goed, hier sluiten we mee af. Dank jullie wel allemaal voor jullie komst, jullie inzichten. Ja, tot zover Booming Brabant voor deze week. Thuis bedankt voor het kijken en heel graag tot volgende week. Dank je wel. Dank je.